Afgelopen woensdag hebben we allemaal de uitspraken gehoord van de vice-president, de heer Ronnie Brunswijk, waarbij hij het JIT-team en het Openbaar Ministerie waarschuwde. In de tussentijd is er reeds een verklaring uitgekomen vanuit het Openbaar Ministerie, een persbericht en ook andere actoren. Maar tijdens een meet and greet van het Openbaar Ministerie met de pers hebben wij de waarnemend procureur-generaal Garcia Parag-Singh gevraagd om de verklaring van het OM toe te lichten. U hoort haar als volgt. We hebben dus gemeente moeten reageren op die uitlating. En wij willen bij deze nogmaals benadrukken dat wij ons werk doen zonder aanzien des persoons. We laten ons ook niet onder druk zetten. Wij hebben een grondwettelijke taak en vandaag heb ik het ook aangegeven. Waarom moeten wij strafbare feiten onderzoeken? Die grondwet heeft ons die taak toebedeeld. En dat is op basis van artikel 45 van de grondwet. Die aangeeft dat het Openbaar Ministerie met uitzondering van elk ander orgaan belast is met de vervolging en verantwoordelijk is voor de opsporing. Dus wij zijn gebonden als strafbaar feit dat onder onze aandacht wordt gebracht. En we vinden het zo ernstig, moeten wij daartoe de nodige instructies geven aan de politie om een onderzoek in te stellen. En we kijken daarbij dus niet om wie het allemaal gaat. We moeten ons werk doen. En we moeten ons werk gewoon onbevreesd kunnen doen. Wij zijn sowieso altijd objectief bezig, onpartijdig bezig. We laten ons niet leiden door etnische sentimenten. Dat doen wij ook niet. Dus dat wil ik inderdaad benadrukken. In die zaak was het JIT totaal niet bij betrokken. Het JIT wordt zomaar erbij gehaald. Maar absoluut, het JIT was helemaal niet bij betrokken. Het was een andere instantie, onderdeel van de politie, die bezig is geweest, althans nog steeds bezig is met die zaak. Dus dat kan ik ervan zeggen op dit moment. Mevrouw Parag-Singh reageerde ook op kritiek die de laatste tijd vanuit alle gelederen komt op het Openbaar Ministerie. Kijk, natuurlijk zou je niet op alles moeten gaan reageren. Ja toch? Wij laten ons niet leiden door de waan van de dag. Waarop gereageerd moet worden, ga je reageren. Maar anders niet. Kijk, we hebben niet in de hand als mensen zo denken over het Openbaar Ministerie. Want ik weet dat al mijn officieren elke dag hun best doen om het Openbaar Ministerie in een goed plaatje te zetten. We doen echt wel ons werk, keihard werk. We krijgen elke dag zoveel zaken hier. En ja, dan ga je natuurlijk de kritiek krijgen en je moet met kritiek weten te leven, toch? Kritiek die opbouwend is, ja, daar heb je natuurlijk iets aan. Ga je proberen, ga je kijken ernaar, je analyseert inderdaad. Is de kritiek terecht? Moet je iets doen aan je manier van werken? Dat neem je mee. Maar kritiek die afbrekend is, waarvan wij zeggen, hé, dit is absoluut onkan, want daar is dit niet juist. Ja, dat laat je maar liggen en dan ga je door met je werkzaamheden. Want je gaat niet op alles kunnen reageren. En je kunt ook niet iedereen tevreden stellen. Het is nog eenmaal ons werk. Toch? Ga je de verdachte tevreden stellen? Nee, want die wil niet opgesloten worden. De familieleden ook niet. Dus je gaat niet iedereen tevreden kunnen stellen. En dat weten wij ook. Dat is het werk dat we hebben gedaan, dat we moeten doen. We hebben de eed afgelegd dat we ons werk gaan doen. Dat beste weten en kunnen. We hebben de eed afgelegd en dat doen we ook. Elke dag doen we ons werk inderdaad zoals het moet. Met alles erop en eraan. En inderdaad, die kritiek komt en soms vragen we ons af van, hey, wat hebben we weer verkeerd gedaan? Ja, maar daar nemen we wel nood van, maar dat moet je ook doen met een onderdeel van die samenleving. Wij staan niet in de ivoren toren. We willen inderdaad ook die brug slaan naar die samenleving. En vandaar dan inderdaad ook die communicatiemedewerker. Aldus waarnemend procureur-generaal mevrouw Garcia Parag-Singh. Zij reageerde op de uitspraken die gedaan zijn door vice-president Ronnie Brunswijk.